Lisse klom dinsdag weer even uit de degradatie zorgen door op eigen veld de treffers een concurrent te verslaan met 2-1. Van Ewijk zorgde voor het grote feest op Ter Spekke door 4 minuten voor tijd te scoren. Hij nu aan de bal en is opnieuw verantwoordelijk voor een uitbarsting van vreugde bij Lisse. Hij is de aangever op de goal van Rodi van de Putten. En zo Lisse al vroeg op voorsprong. Een lullige rol voor Albers. Hij raakt de bal nog aan. Daardoor Van Nieuwkoop geslagen. Endhoven verovert hier knap de bal. Kijk dan wie er voor het doel staat. En er is Buimer. Knappe goal van Lisse. En zo de riante voorsprong na 12 minuten. Opoku staat niet op te letten. Prachtige voorzet. En Buimer glijdt hem heerlijk binnen. Een dik verdiende voorsprong voor Lisse dat veel sterker is dan Rijnsburgse boys. Een heerlijke aanname van Ewijk. Fabelachtig. Stuurt ook Van de Putten weg. En Van de Putten treft de paal. Om nog maar eens te demonstreren dat Lisse veel en veel sterker is dan Rijnsburgse boys. Het is genieten. En vooral van Ewijk. Wat dachten we hiervan? Een fenomeen in de Bollenstreek. En doelman Van Nieuwkoop buigt letterlijk het hoofd. Laat Rijnsburgse boys dan iets zien? Jawel, een heel klein beetje, maar een redding van doelman Van de Werf. 3-0 de voorsprong bij rust. Jonge Nelen gaat dan eventjes aan een slalom beginnen. Poorter 2, Poorter 3 geeft er nog lekker mee op Van Ooyen. En Stevens loopt Van Ooyen in de rug. Onder de ogen van de scheidsrechter een terechte strafschop. En Opoku is de man die ze altijd neemt bij Rijnsburgse boys. Faalt zelden vanaf 11 meter en ook nu niet. En zo Rijnsburgse boys weer enigszins in de wedstrijd. Al hoeft Lisse zich niet al te veel zorgen te maken. Zouden vrij makkelijk stand. Sterker nog, hier krijgen ze weer een kans. Een vrije trap naar een foutje achterin. Ait Afkir gaat die bal nemen. En die kan het ook wel aardig. Wat heet op de lat boven Van Nieuwkoop. En zo blijft het 3-1. Er komt nog wel een slotoffensief van de Rijnsburgse boys. En Lisse moet ook nog een doelpunt incasseren. Deze van Donny van Ooyen. Maar verder dan dit komt Rijnsburgse boys niet. En zo pakt Lisse 3 heel belangrijke punten in de strijd om lijf behoud. En dat ook nog eens in de derby tegen Rijnsburgse boys.